Hoe moeten we reageren op antisemitisme? Mirjam Bikker, Lala zei het al, ze ziet het ook enorm toenemen, vooral online. Jullie willen die online haat stevig aanpakken. Hoe? Ja, want ik schaam me diep, hè, dat in ons land dat het zo ver gekomen is. Na alles wat hier gebeurd is al die jaren, dat de Joodse gemeenschap zich juist nu zo onveilig weet. Dat scholen dicht zijn, dat kindertjes zich niet veilig weten. Dat we niet eens durven te herdenken. Daar schaam ik me voor en dat moet anders. En dan begint het erbij dat we de norm stellen dat als jij eigenlijk laat zien, ik haat Joden, ik rui op, antisemitisme. We hebben uitspraken gezien waar de honden geen brood van lusten. Oproepen tot geweld eigenlijk. Oproepen tot geweld, verwijzingen naar Hitler, dat verdient lik op stuk. Als jij dat uit je toetsenbord weet te rammelen, zulke vunzigheid, dan verdien je het gewoon dat de politie bij je op de stoep staat en dat je wordt aangepakt. En dat betekent in de praktijk? En dat betekent voor mij wat we bij Oud en Nieuw kunnen, wat we bij voetbalrellen kunnen, dat we lik op stuk hebben, snelrecht. Supersnelrecht, ja. Echt zorgen. Kan binnen een week, supersnelrecht. Snel voor de rechter en laten weten, dit tolereren wij niet in ons land. Wij komen op voor een kwetsbare gemeenschap. We staan voor hun veiligheid. Dat doen we met elkaar. En als jij zo hufterig bent om dit te uiten, dat pikken we niet. Ja.